4-0 verliezen. Met 10 man eindigen. Ja. Je had je vast veel meer voorgesteld van een avondje aan het hoofd van Jong Ajax. Ja, noodgedwongen moest ik deze wedstrijd als hoofdcoach doen. Omdat Fons helaas er niet was. Ja, dan hoop je op een goed debuut. Maar dat is het niet geworden, nee. Over vervelend debuteren gesproken. Ja, het is moeilijk om bij een 2-0 achterstand en een man minder om dan te debuteren. Ik ben wel blij dat ik mijn debuut gemaakt heb nu in het betaalde voetbal. Maar de manier waarop is natuurlijk niet leuk. Had er voor jullie als team een moment meer ingezeten vanavond? Ja, we begonnen zeker goed. We hadden een paar goede kansen. Zeker in de eerste helft toen we ook nog met 11 man stonden. Was het opgaand. Allebei hadden we goede kansen. Ja, totdat we een man minder hebben, ja, dan is het klaar. Ja, Scheids vond het ook een overtreding. Nou, ik heb Vincent van mij gesproken. Hij zegt, ik raak hem niet, ik hield nog in voor hem. Maar ja, we krijgen hem weer tegen. En het is gelijk, gelijk verder met 10 man. En het is, dan moet je toch alles weer omgooien. En het, dat is lastig. Wordt een beetje traditie, zou je bijna zeggen, eindigen met 10 man. Ja, dat klopt. Ik weet niet wat het is. Misschien is het Jupiler League toch... Gaat toch een tandje sneller dan de A-junior. Hè? Misschien moeten ze daarom in, dat ze daardoor net iets te laat zijn en daardoor overtredingen gaan maken. Ik weet het niet, dus wat dat betreft, als dat zo is, dan is het een goede les, een goede leerschool. Om daarvan te leren, om nog sneller te handelen, om nog sterker te worden. En daar is het ook wel een beetje voor bedoeld, voor Jong Ajax in die competitie. Het is mijn derde seizoen dat ik geblesseerd ben. En voor mij is het heel leuk om weer bij te zijn, weer bij het team te zijn. En tuurlijk, het is lastig invallen, zoals ik gezegd heb, van man meer. Maar voor mij is het een heel mooi moment. En ja, ik vind het jammer dat ik niet meer heb kunnen laten zien. Dus je wil natuurlijk scoren belangrijk zijn, maar het zat er vandaag niet in. Ja, nou ja, het valt me op elke keer. Denk je nou, hier kunnen we weerstand aan bieden, dit kan gelijk opgaan. En vaak gebeurt het ook, dan spelen we ook wel een aantal minuten goed. Maar dan brengen we hun weer in de wedstrijd door fouten van ons. En dat is al een aantal keer gebeurd. En dat moet eruit, het moet volwassener worden. Dat is het eigenlijk. Soms zijn toch nog jonge jongens. Ondanks dat ze het een aantal prima gedaan hebben. Ik moet Jairo Riedewald een compliment geven. Die jongen is 17 jaar. Stond er, hij heeft goed zijn best gedaan, hij nam nog initiatief op het laatst. Ja, dat zijn toch positieve dingen. Als ik jou zeg dat jij de 45ste speler van Jong Ajax dit seizoen was, zegt dat eigenlijk genoeg over de omstandigheden waaronder jullie moeten werken? Ja, tuurlijk. Ja, we hebben ook blessures, dan komt iemand van het eerste, dan weer niet. Bij ons heb je nu in de achterhoede heel veel problemen. En daar is het vooral heel lastig nu. Maar zoals je het al zegt, we hebben heel veel mensen die bij ons meedoen. Ja. En dan is dit nederlaag nummer 5 op rij. Is het nog leuk, de Jupiler League? Ja, het is op zich wel leuk natuurlijk. Het is een goede competitie, ook voor ons. Maar ja, je wil als trainer ook een keer een wedstrijdje winnen. En we gaan het volgende week maar weer proberen dan.